De schaar die niet kan knippen. Nou, onzin natuurlijk, want hij kan het prima knippen. Alleen, dat verhaal maken we ervan. Als ik een veter heb geleend, dan pak ik die veter bij de ene kant en ik zeg, ik doe de ene kant aan de rechterkant en de andere aan de linkerkant. Oh, wacht even, dat verschil zie je niet. Dus mag ik er één puntje afhalen? Die vraag die moet je stellen, want er moet een kapje af. Want uiteindelijk haal je namelijk een stukje van de veter af. Wat je nu nog niet weet, maar straks wel begrijpt. Dus als je dat gevraagd hebt en je hebt de toestemming om dat stukje eraf te knippen, dan geef je dat stukje aan degene van wie je de schoenveter hebt geleend. En zeg je, neem hem mee, heb je in ieder geval nog iets over van die veter. Dat is ook een grapje natuurlijk. Dan doe je de ene kant met het plastic kapje aan de rechterkant en de andere zonder aan de linkerkant. Nu krijg je aan de onderkant een lusje. En dat lusje, dat verhuis je naar boven. En nu komt de truc. Heel stiekem ga ik met twee vingers door het lusje heen, pak ik de veter beet, wat zo dicht mogelijk bij mij ligt, en ik pak eigenlijk dat stukje veter beet. Trek het omhoog en maak een nieuw lusje. Dus eigenlijk krijg je dit. Door de veter heen, dat ene lusje. Nu mogen ze met de schaar die niet kan knippen, gaan knippen. En ik zeg dan nog, knip wel het lusje door, maar niet de veter. Onzin natuurlijk, want als je hem doorknipt, hebben we natuurlijk twee veters gekregen. Als ik ze zo laat hangen, zie je dat meteen. Maar eigenlijk heb je geen twee veters, maar heb je het lusje vast hier tussen die twee vingers. Maar dat mag niemand zien. Nu, geef je ze niet veel bedenktijd. Je gaat een knoop leggen in de uiteindjes van de veter. En je trekt hem stevig aan. Hoeft helemaal niet, want hij zit gewoon los op de veter. Je kunt hem zelfs bewegen. Als je de knoop niet te strak doet, maar ook niet te los, want anders, als je hem zo houdt, valt hij op de grond. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus je laat hem gewoon zo in het midden hangen. Nu pak je het uiteinde beet met dat plastic kapje. Je legt hem over je hand heen en met de andere hand ga je zo draaien over de hand heen. Kom je nu bij het knoopje, neem je stiekem dat knoopje mee naar beneden. Maar je laat hem niet zien. Dan kom je helemaal beneden en pak je een beetje toverzout. Natuurlijk pak ik geen echt toverzout, maar leg ik dat knoopje hier op mijn schoot. Of je pakt een toverzout uit de broekzak en laat hem achter in de broekzak. Dan kan niemand hem meer zien. Dan gooi je zogenaamd de toverzout eroverheen. Je blaast. En het grote wonder is gebeurd. Want opeens heb je één veter helemaal hersteld. En die schaar die niet kan knippen, puur onzin.